Wist hij dat nou? Op deze... Ja, zo. Kijk, op dit servies staat ook nog de naam van zijn overgrootvader en overgrootvader. Een aantal jaar geleden, tijdens mijn studie geschiedenis in Groningen, toen heb ik een onderzoek gedaan naar de koopvaardij van Schiermonnikoog. In de 18e eeuw was er in Schiermonnikoog een soort overgang van visserij naar koopvaardij en ook naar walvisvaart. De 18e eeuw en uit 1809. En daar zien we ook dat hier een slenk loopt in het zuiden. Dat was een plek waar visserschepen toen nog eigenlijk binnen in Schiermonnikoog konden liggen.